Ik zie veel mensen wiet gebruiken. Ik spreek met iemand en die zegt, als jij het verkeerde tegen mij zegt, dan zoek ik je thuis op. En die zegt ook letterlijk tegen mij, als ik je verder daar van Jinex zie, dan doe ik hem wat aan. Dan leg ik hem om. Dan denk ik van, met alle respect, maar daar staan echt idioten tussen. Dan moet jij toch ook denken, ik sta je iedere keer bij. Nou ja, daar zitten een paar lagen aan. Ik denk dat sowieso... Lagen, als je dat soort dingen zegt, dan ben je gewoon idioot. Dan spoor je niet. Ja, Willem Engel, weer terug in je eigen dansschool. Nadat je dit weekend, nadat jullie voor de zoveelste keer hadden gedemonstreerd, gearresteerd was. Vertel. Ja, dat was een bijzondere ervaring. Ik was nog nooit gearresteerd. Vraag aan de gemeente, anders gaan we je... Ja, nee, ik verzet me niet. Ik verzet me niet. Oké. Oké. Ja, naar die kant. Prima. Moet ik ook zeggen dat het erg rommelig ging. En ik snap ook dat de politie het ook niet meer weet met al die tegenstrijdige... opdrachten die ze krijgen van Jan van Zet. Ja, want je korte achternaam van de burgemeester al af omdat je aangifte gaat doen tegen die man. Dus er lopen al aangiftes en ik heb ook mensen opgeroepen om, als ze gegijzeld zijn daar, want dat was het eigenlijk, hè, zonder vordering mensen insluiten is wederrechtelijke vrijheidsbeperking of beroving. Ja, dan moet je aangifte tegen doen. En waarom het een gijzeling is omdat er wel fysieke dwang werd gebruikt om ons in een plek te manoeuvreren waar we niet meer weg konden. En daarna werd er zonder vordering werden de gelederen gesloten gehouden. En ontstond er dus een vrijheidsbeperkende situatie die vrij dreigend was. Dreigend zelfs? Nou, het zijn toch politieagenten? Jawel, en de laatste tijd moet ik zeggen dat ze zich erg netjes gedragen. Nu heb ik ook gelezen, van de week is hier een ruit ingeslagen. Ja. Wat is er gebeurd? Nou ja, na de aflevering van Jinek zagen we de haatberichtjes toch wel significant omhoog gaan. En toen hebben we besloten van, nou, misschien moeten we iets meer maatregelen nemen om het wat veiliger te maken. Dus we hebben een paar camera's opgehangen. En ik weet niet of het een het ander aantrekt, maar ik denk toch dat het duidelijk was van het programma van Jinek. Stond hier een verwarde man die al 2 dagen aan het posten was om mij op te wachten. En ik liep naar buiten, omdat hier dansles was. En de docent die meldde, ik zat op kantoor, die meldde van... Hey, er staat een dreigend iemand buiten. Dus ik liep naar buiten. Ik dacht, deze persoon wil vast verhaal halen of praten. Dat vind ik altijd geen probleem. Maar hij viel me gelijk aan. Dus ik ben weer naar binnen gestapt en heb de deur dicht gedaan. Aanval in de zin van? Fysiek. Dus op me afrennen om proberen... te slaan en te schoppen. Ik heb geen wapen gezien, dus ik ga ervan uit dat het vooral een verward persoon was. Ja. Maar daarna begon hij allemaal uitingen te doen die ik niet zelf heb gedaan, maar waarvan ik het wel bijvoorbeeld in Jinek heb horen langskomen over dreigen van mensen in zorgtehuizen en allemaal dat soort dingen. Ja, en toen was voor ons het lijntje snel gelegd, dus we zijn nu juridische stap aan het ondernemen tegen de gasten die daar zaten. Dan heb ik het over Jan Vlug, of moet ik nu zeggen Jan V. En Akjol of Uskan A. Ja, want jij wil eigenlijk tegen iedereen die je niet zint, doe je maar aangifte. Nee, 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 nee. Het gaat er juist om dat ik wil dat de rechtsstaat hersteld wordt. Ja. Dus we moeten die kaders weer zetten waar ze horen. Ja, dus, niet idee dus dat om je die, verder die kaders komt met al die aangiftes. Het schiet toch eigenlijk geen reet op? Nou ja, ik heb het gevoel dat het wel werkt, ja. Ik heb het gevoel dat heel veel mensen sowieso doorkrijgen van... dit klopt niet. De rechtsstaat is in gevaar. De rechters zijn niet meer onafhankelijk. Het was mij ook geadviseerd om aangifte tegen jou te doen. Laten we dat niet doen. Nou, je bent welkom om dat te doen. Nou ja, heb ik ook niet gedaan. Maar dan denk ik van, goh, wat treurig, wat zielig. Wat... Je blijft maar bezig. Kijk, je kan natuurlijk ervan uitgaan, wat vroeger normaal was, dat je elkaar een hand kan geven of een knuffel kan geven. Dat is nu nog steeds normaal. En dat bedoel ook als ik met een ander nee zegt. Ja, maar je lacht er zo mooi bij. Ja, omdat het zo absurdistisch is. Nou, het is denk ik wel duidelijk dat jij niet van knuffelen houdt. Dus ik zal het voortaan niet meer doen. Maar ik dacht echt van... Ik knuffel wel eens met iemand met lang haar, maar die is dan vaak van het andere geslacht. Oh, nou ja, ja dat mag ook. Dat vind ik ook heerlijk om te knuffelen met mensen van het andere geslacht. Ja. Wat anders. Ik ben de laatste tijd veel bij die demonstraties van jullie geweest. Ja.
jij bent buiten of je nou wel of niet met jouw gedachtegoed in bent. Jij kunt je goed verwoorden, vriendelijke man. Mm-hmm. Als ik daar kom, is mijn indruk van de mensen toch wel... ik zie er veel mensen met drank lopen. Ik zie veel mensen wiet gebruiken. Ik spreek met iemand en die zegt... als jij het verkeerde tegen mij zegt, dan zoek ik je thuis op. En die zegt ook letterlijk tegen mij... als ik jou hier verder daar van Jinex zie, dan doe ik hem wat aan. Dan leg ik hem om. Dan denk ik van... met alle respect, maar daar staan echt idioten tussen. Dan moet jij toch ook denken, ik sta hier iedere keer bij... Nou ja, daar zitten een paar lagen aan. Ik denk dat sowieso... Lagen, als je dat soort dingen zegt, dan ben je gewoon idioot. Dan spoor je niet. Nou ja, maar dat zijn nog steeds mensen. Dus daarom zeg ik van, er zijn een paar lagen. Dat wil ik wel uitleggen. Kijk, ten eerste, natuurlijk, dat gaat de grens over. Die uitspraken moet je niet doen. Dreigen met geweld is zelfgeweld. Dus dat keur ik absoluut af. Ten tweede, ga ik daarbij staan? Ik sta er niet bij uit solidariteit... voor dat geweld. Ik sta er voor een ander doel. En dat als zij daarbij willen staan voor datzelfde doel, dan zijn ze welkom. Maar ik ben wel heel duidelijk in de kaders. Het moet netjes zijn, het moet geweldloos zijn, want anders krijgen we de boodschap niet over. Maar jij ziet toch ook, als je daar bent, zie ik mensen met... staat er Rotterdam in verzet, Den Haag verzet, mensen met een trainingspak aan, capuchon op, die schreeuwen de meest... domme dingen over het algemeen, dreigen de hele tijd met geweld staan en agressief te doen. Ja, maar mijn ervaring met deze mensen is dat als je ze serieus behandelt... dat ze dan ook na verloop van tijd gaandeweg het gesprek... Maar niemand ook gaat weer ze serieus behandelen als je dat ziet. Dat denkt iedereen, Jezus, dit is aan het werk. En dit is het hele punt van liefde en aandacht en geduld waar we mee begonnen zijn. Op het moment dat je deze mensen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid... en ze serieus neemt en ze aandacht geeft... dan merk je, dat zijn gewoon ook eigenlijk mensen... die misschien heel bang zijn of teleurgesteld in de maatschappij of in de situatie... of het in het verleden heel zwaar voor de kiezen hebben gehad... en daardoor dat ze zo'n enorme panzer opzetten of zulke stekels opzetten. Want dat is het, hè. Ze bijten van zich af. Maar dat is voornamelijk een defensiemechanisme. Dat is niet, heeft niet zoveel met jou te maken. Dan kun je het wel goed praten. Nee, maar het gaat niet om het goed praten. Ik zeg niet dat het daarmee gerechtvaardigd is. Ik zeg dat het daarmee... verklaard is. En als je dat weet hoe dat in elkaar steekt, dan kan je er ook op een andere manier mee omgaan. Ja. Nu weet ik ook dat iemand ervan zegt, met nog iemand, dat ze bezig zijn met het samenstellen van wapens om de politie te kunnen bestrijden en de macht in Nederland te kunnen terugwinnen. Nou, dat lijkt mij echt een hele domme actie. Daar zou ik nooit achter staan. Maar dat zijn wel... Ja. Kijk, ik kom daar iedere keer, ik ben er nou een paar keer geweest, en er staan er 30, 40 man, zoiets staat er gemiddeld, bijna iedere dag. Maar je hebt het over het plein. Wel, daar heb ik jou ook gezien bij dat plein. Ik kom vaak op het plein. En helaas de komende 10 dagen waarschijnlijk nee, niet. Nee, dat mag je niet meer. Ja. Maar ik denk daarvan, wil jij daarbij betrokken zijn? Je hebt de eigen dansschool en er staan echt heel veel treurige types. Ja, maar ik sta daar niet voor die mensen. Ik sta daar voor alle mensen. Ik sta daar omdat we een boodschap hebben. Maar die mensen sluiten zich wel bij jouw gedachtegoed aan. Ja, en iedereen. Ik roep echt op om iedereen zich bij dat gedachtegoed van ons aan te sluiten. Hoe denk je eigenlijk dat de meerderheid van Nederland naar jou kijkt? Ik denk dat het ook moeilijk in te schatten is, omdat er niet een eenzijdig beeld is. En daar heeft de media ook wel mee geholpen. In de zucht naar de framing zijn ze van BLM naar extreem rechts, naar charlatan, naar domme dansleraar, naar volksmenner. Zo zijn er nog wel 10 termen. Dus ik denk dat men vooral verward is.